De verdachte die vlucht uit de auto. Die denkt van, oh wacht. En dit is dan het hele mooie. We gaan kijken wie eruit komt. Dat komt Max. Dat komt Max, sorry. Niks. Ik dacht dat dat het belangrijkste is. Bedankt voor het wachten van de bussenkruis. We hebben allemaal een gesloten auto. Zodat we een ander publiek kunnen laten zien. Nou, mooi. Dat is begrijpelijk. En die gebruiken de staart hier in de hond te laten lossen. Oh, kijk! Ja! Deze honden, dat zijn de twee aaihonden. Dat zijn geen honden op de bank thuis. Dit zijn werkhonden. Dit is wat ze het liefst doen. Ja! Nou, als je daar gebeten wordt in een burger, dan heb je nog een pasprobleem. Eerst ontwapenen en dan gaat pers los. Kijken of je nog weet hoe dat moet. Om gefouilleerd te worden, de verdachte bedoel ik natuurlijk. De hond moet blijven. En ondanks de leeftijd van Jas is hij nog altijd even enthousiast. De verdachte wordt op transport gezet. En normaal gesproken is dat naar het dienstvoertuig, maar hier houden we hand. En gaat Jas open tot het bewaken, terwijl de geleider zogenaamd de deur open doet van het dienstvoertuig. Bijna hem in de koffer. Ja, kijk. Als die vakmaat het probeert te vluchten. Dat Cas zoiets heeft. Niet doe je op. Ik ben er ook nog. En dan rijdt hij toch gewoon in die dikke bellen van Rob. Goed gedaan, Cassie. Goed gedaan, Brian. Hij is nog niet helemaal maar dat was wel mijn puntje, Brian. Beetje meer in de kom. Als ik een auto. Oh.